Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag hebben wij de heer Roel Brug te gast in Q-Time. En we gaan praten over Bridge Medical Group. Ze hebben onlangs een dochteronderneming geopend, namelijk de UBMC. En dat staat voor Urgent Bridge Medical Center. Dus vandaag een babbeltje over hun activiteiten en waarom het zo belangrijk is dat UBMC bestaat. What made is a little Q-Time. Goeiedag, meneer Brug. Welkom in Q-Time. Goeiedag, mevrouw Miranda. Dank u wel dat u in het programma mag zijn. Goeiedag, kijkers en luisteraars. Ja, goed. Fijn. U bent de CEO van Bridge Medical Group. Wat voor organisatie is Bridge Medical Group, los van het feit dat de naam het al een beetje zegt, maar een beetje specifiek in jullie dienstverlening ingaand? Bridge Medical Group is namelijk een medisch logistiek bedrijf dat al geruime tijd bestaat, langer dan 8 jaar, zijn we eigenlijk al operationeel. Maar door de ontwikkeling in de mijnbouwbranche hebben wij gemeend op 1 oktober 2021 de proclamatie welke te doen plaatsvinden. En onze internationale cliënten, CQ, gasten, te laten weten en te informeren dat Suriname wel niet onderdoet aan hun eisen die ze eigenlijk stellen, vooral voor de oil and gas. Bridge Medical Group heeft al van projecten mogen doen daarvoor. En daarvan is toen de ambulancedienst, dat is de Suriname Centrale Ambulancedienst, die ook een dochteronderneming is van Bridge Medical Group, heeft mogen tonen dat wij onmisbaar zijn in de gemeenschap, onmisbaar zijn voor bedrijven die bepaalde projecten moeten realiseren. Dan praten we over high-risk projects, dan wel remotely of niet remotely, maar ook voor keuringen, ook voor hun repatriëringen naar het buitenland. Noem maar op, alles dat wij in de medische branche kunnen bewegen, kunnen verschuiven of kunnen doen, daarvoor staat Bridge Medical Group NV eigenlijk. Ja, oké. Okay. Logistics-wise, hè? Had u ook al gezegd in het begin. Ja. Oké, okay. 8 jaar geleden is de Bridge Medical Group opgericht. Maar u heeft het net aangehaald dat jullie eigenlijk een beetje gespecialiseerd zijn in de dienstverlening binnen de oil- en gas-industrie. Maar daar was 8 jaar geleden nog niet echt sprake van. Dat klopt. 8 jaar terug was het alleen onze eigen staatsolie die high-risk projects eigenlijk uitvoerde. Denk aan de turnarounds die staatsolie meestal deed. En daar werden wij toen ingehuurd om medical standby diensten aan te bieden. Maar toen de eerste fondsen werden gedaan voor de kust van ons geliefde land, is alles als een pijl naar boven geschoten. En wij zeiden van nou, wij gaan ook niet rustig blijven zitten. Laten wij ook gelijk kenbaar maken dat we ook de diensten kunnen aanbieden. Alhoewel wij dat al konden doen. Maar nu willen wij gaan meten met de internationale standaarden. Oké, ik weet dat er inderdaad internationale standaarden gevraagd worden door de internationale bedrijven die hier gevestigd zijn. Hoe hebben jullie je kunnen opwerken naar die internationaal gevraagde standaarden? Hoe wij hebben kunnen opwerken naar de internationale standaarden is namelijk als gevolg dat wij de werkopdrachten die wij kregen, laat me het even zo uitleggen, vele mensen kennen Suriname niet. De multinationals, de buitenlanders, weten niet wat Suriname allemaal kan en wat de capaciteiten zijn. Veel al kunnen wij wel al doen. Echter wordt het niet naar buiten gebracht of uit. Dus deze multinationals denken van, hey, Suriname is een heel klein land met weinig local content die gespecialiseerd zijn of zo. Dat zeggen wij van, nee. Dus de workscope van de meeste opdrachten die wij binnenkregen, vragen we op. Mm-hmm. En vervolgens wordt dat gezet naast onze capaciteiten die wij zelf kunnen doen. Als blijkt dat bepaalde zaken, in de meeste gevallen is het heel weinig, als we niet voldoen, dan gaan we met de cliënt aan tafel zitten. Denk maar aan onze verpleegkundigen die een beetje breed worden opgeleid in Suriname. Elke verpleegkundige loopt op elke afdeling stage. Dus wanneer wij dan die expertise zelf binnen hebben, dan, en de verpleegkundige namelijk dan bereid zijn om dan te werken op zo'n project, wordt de cliënt dan verwittigd en dan worden alle vereiste documenten worden gestuurd. Ik mag ook gelijk zeggen dat we ze ook proberen te laten merken dat Suriname nog
qua internationale protocollen en standaarden, dan praat ik over het beleid en dan wel regels, wetgeving, etc., nog heel ver achter is. En we hebben de overheid gevraagd om ook hun expertise hierop te werpen, want vele van de internationale organisaties vragen wel bepaalde registraties. Gelukkig worden onze verpleegkundigen geregistreerd in Suriname en is er altijd de inspectie, verpleegkundige beroepen, waarop wij een beroep kunnen doen als van hey, kun je even dit even voor ons checken, want een cliënt van ons heeft dit gevraagd of dat gevraagd. Ja. Maar ik mag zeggen, in de afgelopen jaren hebben wij tal van projecten vanuit onze cliënten abroad toch wel mogen vervullen. Dat okay. Wel. En ze zijn onder de indruk. En de meeste reacties die we daarna terugkregen van, we wisten het niet. We wisten dat Suriname zoveel local content heeft in de medische branche en de diversiteit die de verpleegkundigen hebben en niet gespecificeerd zijn op één gebied. Maar dat we op de verloskundige kunnen zijn, we kunnen op de cardio care zijn, we kunnen op de intensive care unit zijn, op de ambulance, noem maar op. Okay. En wat wij doen is de verpleegkundigen die bij ons een project komen, trainen wij wel verder, omdat ja, we weten het, elke verpleegkundige werkt onder een arts. Natuurlijk bij ons werk je ook onder een arts, maar je bent dan in het veld. Je bent in het veld, je hebt de eigen poli, je hebt de eigen unit en je gaat de eerste handelingen moeten doen. En daarin worden ze wel bij ons zelf getraind om de eerste handelingen zelf te doen en ja. Dan te rapporteren. Oké, dus de first responder activiteiten die wegen wat zwaarder bij jullie. Ja, oké, kijk, oil is niet nieuw in Suriname, maar wel offshore oil en gas al helemaal. Hebben jullie internationale of speciale trainingen moeten volgen om ook aan die kwaliteitseisen te voldoen? Ja, wij hebben voor de oil en gas, zijn we afgelopen maanden na onze proclamatie heel veel bezocht door buitenlandse bedrijven. En ja, je moet een speciale certificering hebben als jij medische diensten wil aanbieden. En wij hebben daarvoor die certificering in Trinidad en Tobago gevolgd. En wij voldoen aan de gestelde eisen die er op dit moment gelden voor oil en gas. Ja, oké. Okay. Tegen deze achtergrond van alles wat u vertelt, is het eigenlijk heel erg logisch dat de UBMC opgericht wordt, de Urgent Bridge Medical Center. Hè? Want die, als ik het goed heb begrepen, moet fungeren als een soort van een spoedeisende dienst? Ja, de Urgent Bridge Medical Clinic is opgezet omdat wij ook aan de vragen van onze cliënten wilden voldoen. En dat is dat hun experts, hun personeel, toch wel op een bepaalde manier en dan wel op een internationaal niveau medisch behandeld moeten worden. En vandaar dat wij hebben besloten om de UBMC op te zetten. Niet specifiek voor onze experts, omdat we ook de Surinaamse burgers de gelegenheid willen geven om gebruik te maken van deze moderne en internationale kliniek. Maar de experts hebben natuurlijk bepaalde vereisten gesteld. En de vereisten zijn namelijk dat we de ambulancedienst moesten hebben. De vereiste is dat je een ECG moet hebben. Dus je moet eigenlijk als een private emergency room, moet je eigenlijk fungeren voor hun. Zoals het gewenst is in hun eigen land. Dus met onze helikopterservice erbij, de ambulanceservice, de artsen die ook worden uitgestuurd met de desbetreffende voertuigen. Dat alles eromheen heeft de UBMC. Maar voor de Surinamers is de UBMC ter beschikking omdat wij hebben gemerkt uit statistieken dat wij in de afgelopen jaren hebben verzameld vanuit onze andere organisatie, dat is Surcat, blijkt dat wij heel wat klinische transporten, dus eigenlijk mensen die niet direct naar de spoedeisende hulp hoeven te gaan, worden gebracht door ons. Als ik u kan meedelen dat wij op maandbasis gemiddeld tussen de 80 en 100 transporten moeten uitvoeren, waarvan 20% echt wel door een huisarts of dan wel een spoedpost moet zien, dat de spoedeisende hulp worden gebracht. En wij voelden dan ons een beetje schuldig, omdat we dan de spoedeisende hulp een beetje overbelasten met onze cliënten die we brachten. Dus hebben wij gezegd van kijk, laten wij de UBMC die eigenlijk wordt opgezet ook gaan gebruiken voor onze klinische cases. Want wij hebben evidence-based materiaal dat er toch wel behoefte is aan zo'n faciliteit
met een ambulance dienst eraan gekoppeld. Ja, oké. Okay. En jullie hebben jullie eigen verkort nummer zie ik op je shirt staan, 117. Is dat het nummer waar jullie te bereiken zijn? Ja, onze verkortnummers zijn voor al onze members te bereiken op 117. Mm-hmm. Zoals u de media een beetje volgt, zijn de verzekeringsmaatschappijen nog niet aan ons zijde. Maar door middel van de projecten en zo houden we het wel boven water. Ja. En wij hebben recentelijk geïntroduceerd onze membership basis. Mm-hmm. Onze membership basis biedt u de mogelijkheid aan een variëteit van dienstverlening of dienstenpakketten van British Medical Group NV. Denk maar aan ambulancekosten, denk maar aan huisbezoekjes, denk maar aan helikopterservices, noem maar op. Ja. En voor al onze members, onze pashouders, hebben wij een verkortnummer en dat is 117. En dan word je gelijk met de meldkamer verbonden en mag je je klacht of je wens of noem maar op wat hier gelijk dan doorspelen. Oké, okay. Heel erg duidelijk. Meneer Brug, ik wil u feliciteren met het instellen van de UBMC. Want ik weet bijna zeker dat u daar wel een behoefte in vervuld heeft. Dus laten we hopen dat de ontwikkelingen wat dat betreft aan uw zijde zijn, dat er inderdaad aansluiting gevonden wordt bij de verzekeringsmaatschappij en u daadwerkelijk als erkend instituut verder zou kunnen gaan. Heel erg veel succes met het werk, zeker ook met de expertise die geboden moet worden voor de toekomst in de oil- en gasindustrie in Suriname. Want hopelijk niet nodig, maar het moet er wel zijn voor de veiligheid. Klopt, dat is wel waar, mevrouw Miranda. Oké, succes aan u en uw team. Dank u wel. Okay. Ja, dank u wel en dank voor de gelegenheid. Ja hoor, graag gedaan. Goeiedag. Ja, goed, oké. De Urgent Bridge Medical Clinic, UBMC. The first state-of-the-art multilingual medical care facility focused on urgent care. Here for every citizen in need of urgent care and the treatment of non-life-threatening injuries. Four treatment rooms, internationally qualified medics and doctors, and fully integrated with our very own ambulance service. Located at Mozartstraat 84. For emergencies, call 117. Visit us on Facebook or www.ubmc-suriname.com. Open from Monday till Sunday from 6 p.m. till 6 a.m. UBMC, bridging the gap in healthcare. Dat was meneer Roel Brug van de Bridge Medical Group. En onlangs is de UBMC ook opgericht. Dat is de Urgent Bridge Medical Clinic. U heeft het kunnen horen van meneer Brug. U moet daar in principe lid van zijn. 117 is het verkortnummer waarop u kunt bellen om naar meer informatie te vragen. Mocht deze dienst voor u geschikt zijn of nodig zijn. Hopelijk niet, maar you never know. Better safe than sorry. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.